De districten Commewijne en Marowijne moeten binnen 6 maanden volledig op het waterleidingnet zijn aangesloten. Dit is de instructie die president Chandrika Persat Santokhi heeft gegeven aan de directie van de Surinaamse waterleidingmaatschappij. Dit is ook beloofd aan de desbetreffende districten. Santokhi benadrukt dat de drinkwatervoorziening voor Commewijne en Marowijne wel prioriteit geniet. Dit betekent echter niet dat andere projecten van de SUEM geen aandacht moeten krijgen. Het staatshoofd zegt dat Marcel Oosterling nog 6 maanden als SUEM-directeur aanblijft. Daarvoor zijn wel enkele zaken helder afgesproken, aldus de president. De regering kijkt ook uit naar reorganisatievoorstellen om het bedrijf efficiënter te laten draaien. Het staatshoofd zegt dat de SUEM moet werken aan het bottelen van water voor de verkoop en voor export. Dit meldt de communicatiedienst Suriname in een persbericht.